Hallo Spankjeberg, Spankjeberg, dit is het derde deel van Harry Potter en de Vuurbeker. Playthrough, even kijken, terrein Zwijnstein, daar moeten wij zijn. Dat rijmt soort van... Ik moet even een kookwerker pakken, want ik stop gewoon even met recorden, want deze intro is zo fantastisch. Ik pak even een kookwerkertje, gewoon mijn iPod eigenlijk. Oké, natuurlijk nemen we zoals altijd Hermeline, want zij heeft toch van de drie de grootste jetsers. Dus, dat komt allemaal wel goed. En het is tijd om te toveren. Dat heb je wel vaker. Je moet nog een paar schilden. Ja, dat klopt. Verzamelen. Ik moet nog een paar schilden verzamelen, ja. Even kijken, hier zit nog... Nee. Nee, Rick, niet lullen. No shit, Rick. Actio. Ja, we gaan even niet die kant op. Daar heb ik even geen zin in, weet je wel. Gewoon even geen zin in. Dat is makkelijk gezegd. Hier zit er geloof ik nog... Ja, hier zit nog zo'n duisterding die je moet beheksen. Die totaal gemist hadden. We gingen deze kant op, heb ik geloof ik verteld. Want links zijn we al geweest. Ja. Yeah. Dat zou een behoorlijke val zijn, hè? Ja, klopt, Ron. We houden daar wel van als je doodgaat. Ah, dit heb je zeker nog nooit gezien, hè? Nee, klopt. Hebben we deze al behekst? We moeten de ketels gebruiken. Ja, dat had ik ook wel door, ja. Om wat te doen? Wat moet ik doen? Ja, Ron, wat dacht je van alle muren slopen? Te vernielen, Ron. Jongen, ben je maar nu niet zo bitchy tegen Ron? Ik weet dat hij rood is en dat hij soms weinig kan. Ze kunnen nogal explosief zijn. Maar ben je grappig met je woordgrapjes, zeg. Zo, hé. Jij bent grappig! Bam! Dat was een mooie bammer. Even kijken. Lange afstand, bam. Aan de kant, Harry. We gaan even bammen. Bammetje. Muren slopen! We zijn slopers! Actio! Oké, even uit het vuurtje. Ik vind jou een gemeen vuurtje. Echt zo'n... Ha, ze zei ruk! Ze zei het weer, jongens! Zo ben ik kinderachtig. Ik heb geen idee waar het over heeft. Ze zijn toch gewoon ruk of niet dan? Nou, dan mag ik toch gewoon heel hard lachen. Oh. Ron! No. Ik pak je z'n mengkie zo, Ron. Dat krijg je ervan. Kijk, krijg je eens maar even uit. Zo. Spreek Aqua in ruk te open. Ja, dat was ik al van plan, Harry. Dat was ik al van plan. Als jullie nou eventjes weggaan, dan doe ik even dat tonnetje zo tegen die muur aan. Zo, goed zo. Nee, een kikker. Twee extra levens. Dat is niet slecht. Komen die kikkers ook op je af met Nee, die gaan gewoon stug weg. Er zit nog een potje. Er zitten wat lekkere smenkies in, denk ik. Ik wil vaker zo met die dingen. Ja, of moet dat ding helemaal vanaf hier die kant op? Ik weet niet eens of dat kan, maar we gaan het even proberen. Ah, kom op! Ja! Hotse flotse. Oké, mooi, hier is weer zo'n ding. Ik ben wel een goede sloper. Als ik het zelf... Er zit een salamander hierachter. En dat is niet zo fijn, hè? Daar houden we niet zo van. En een mini uitdaging schild, man. Dat is normaal. Crazy. Aqua Erupto, mijn vriend. Aqua Erupto. Bam, 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 bam. Super spreuken. Opgevuurd af. En pakken een schild. We zijn Hermeline. We hebben een toverstok, je hebt hem pas gezien, toverstok, oh! Aqua Erupto, toverstok, oh! Aqua Erupto, Aqua Erupto, Erupto, einde. En we pakken weer zo'n uitdagingsschild. Die zijn voor uitdagingen en schilden. Uitdagingsschild, een uitdagingsschild. Het is een uitdaging en het is een schild, het is een uitdagingsschild. Hoe de fuck kom ik daar ook bij? I have no idea. Ja, we moeten natuurlijk bij dat blok zien te komen. Ah, dan komen we zo op. Of, weet het stiekem al. Misschien moeten we vanaf die, want hier kunnen we wel opklimmen, dat blok pakken. Nou, laten we even proberen. Deze hebben we geloof ik al... Ah, dat kan dus. Mooi. Maar eerst, we moeten dit standbeeld behekst dat we al gedaan hebben. Oké, mooi. Oké, zullen we Ron en Emeline, Ron en Harry maar even helpen? Dank je, jongens. Dank je. Oh ja, mooi. Ja, even helpen. Oh, jongens. Zo, nou oké, dan vanaf daar gaan we verder. Beginnen ze. Ah, hier is nog een muurtje. Maar oké, die kan wel weg. Die kan wel blijven staan eigenlijk. Het is gewoon een aardig muurtje. Die muur heeft ook een familie en zo. En ja, waarom zouden we hen daarmee plagen? Oké, dat is dat keteltje maar even tegenaan gooien. Harry en Ron zijn er toch nog niet. Ah, kom op. Dat is toch wel mijn nieuwe slogan. Ah, kom op. Zo, en dan is hier een uitdagingsschild. Dat was best makkelijk.
En dan komen ze dan meteen weer terug. Mogen we weer die muren slopen? Want verderop is geloof ik nog een uitdagingsschild. Oh, ik vind deze blok wel heel goed neergelegd. Hij is zeer klimbaar. Ga even rechtop, blokje. Ah, beter. Het is al iets beter. Ik denk niet dat we erop kunnen nu. Nee, oké. Okay. Kom op jongens, even iets meer jullie best doen. Hey Arie, ga eens even naar blokken af. Arie, je kan niet vliegen. Kom op Arie, kom eens even helpen jij. Arie! Goed zo, je hebt de vorige aflevering al helemaal niks gedaan. Dat betekent niet dat je deze aflevering weer niks mag doen, hè? Maar oké, is er weer een uitdagingsschild. We gaan gewoon zo eens op terrein Zwijnstein, zijn er wel wat makkelijke uitdagingsschild, zodat we die gewoon even allemaal halen. En dan kunnen we later aardig wat uitdagingsschilden missen. En dat is even het plan op dit moment. Ja, goed plan. Ik vind het zelf ook wel persoonlijk goed plan, ja. Ik geloof dat we nog één uitdagingsschild moeten en dan spelen we weer een nieuwe wereldvrij de badkamer of zoiets. Of de eerste uitdaging met de draak. Zou ik best kunnen. Poulus. Lapivors. Ebulbio. Ebulbio. Inflatus. Verdwijn. Wat? Nog 2000 detectoren, 2 drakenbeelden en dan krijgen we zeker eens te weten een mooie beloning. 10 nieuwe kaarten bijgespeeld. En we gaan er maar niks met die kaarten doen, dat is niet mannelijk, weet je wel. Oké, en dan zijn we weer hier. Dan zeggen we terrein Zwijnstein, alstublieft. Even kijken. Verboden bos, nog één tovenaar om de volgende locatie vrij te spelen. Oké, dus dan nog eentje en dan krijgen we het toverschooltoernooi omdat 1, de draak. Maar we gaan eens even naar het terrein Zwijnstein. Ik weet nog sowieso waar 2 schilden liggen. Waarvan eentje heb je een spreuk nodig die we denk ik later in het spel pas leren. Een spreuk waarmee je waterlelies open kan klappen. En dan kun je er overheen lopen of zoiets. En daar staat verderop, vlakbij die waterlelie ding, staat nog eentje voor die waterlelie. Schild 2 schilden moet je hierheen. Waarvan ik dus eentje nog niet kan halen en die andere is een beetje irritant. Ik heb het spel nog niet gespeeld. Ik heb ook 3 schilden opgehaald. Gewoon de eerste 3 schilden die ik kon vinden. En ja, op deze heb ik nu al 4, dus ik ben nu al verder dan op die. Dit heb je zeker nog nooit gezien. Hè? Nou, net eigenlijk een paar minuten geleden. En toen had ik zoiets van, wat is dit eigenlijk? No shit. Oeh, zo. Oeh. Lekker smackies. Om de stenen te vernielen, Ron. Doe even niet zo bitchy, Emily. Ik heb je dan wel gekozen, omdat je gewoon het beste bent van allemaal. Maar hoef je niet bitchy te doen, weet je? Ja, ik weet het. Dat zijn explosieve paardjes, ja, dat weet ik. Hoi, Pekkar. Ik weet ook wel wat ik aan het doen ben. Jemig. Maar ja, ik realiseer me wel dat dit gewoon halverwege is van alle Harry Potter spellen. En we gaan ze natuurlijk pas wel allemaal een keer spelen. En ik zei nog die keer dat ik misschien een maandje of 2 ging stoppen tussen Harry Potter 3 en 4. En eigenlijk was het een week. Ik weet niet of je dat ook nog weet. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was namelijk 3 dagen geleden. Harry, pas op. Goed, sorry. Oké, nou we gaan even niet te moeilijk doen met al die muren weghalen. Het kost alleen maar tijd, weet je. En deze serie, ja, ik zeg niet dat ik hem snel af wil, maar het is gewoon handig. Hier staat schild. Deze dingen hebben schilden vast. Dus ik neem aan dat we als ze allemaal slopen, dat we dan een schild krijgen of zo. Doe waarom is anders een schild vast? Het zijn zo van vliegende zwijntjes of zo. Kijk. Het is samen 10 minischilden. Oh, we hebben er al 5. Nou, dat is een begin, toch? Ja, we gaan niet alle tovertoernooi schilden halen, denk ik. Want sommige zijn... Nou, de tovertoernooi schilden zijn niet echt heel geheim. Alleen die minischilden die kunnen soms wel wat moeilijker zijn. Ja, waar zit het in? Ik zie het niet. Mag ik mijn beeld nog draaien of zo? Kijk, is hier nog een standbeeld? Nee, oké. Nou, dan zijn we daar makkelijk mee klaar. Hier nog wat te doen? Nog een duizenddetector in de hoek of zo? Nee. Ja, ik denk dat we toch het vuurtje even blussen, gewoon voor die paar smackies. Die smackies gebruiken we dus nergens voor. Ik heb er lekker 500 nog iets. Gaat best lekker met de smackies, even kijken. Hier, wat is het? Man, is het gek? Dit is geen uitdaging. Nou, vond ik het best wel makkelijk, Ron. Jij kan gewoon een beetje weinig, denk ik. Daarbij mag ik voor sommige mensen niet zeggen dat Ron weinig kan omdat hij rood is. Maar ja, ik leg toch het verband, weet je. Daar kan ik weinig tegen doen. En nog wat smackies voor mij. Oh, lekker. Dat zijn lekkere smackies. Laten we die 2 standbeelden gewoon even slopen die er staan. En even gewoon die salamander gaan negeren, maar ik heb geen lieve salamander vind. Hoppa. Oké, nu ga je even dood. Stoute salamander. Oké, maak eens je vuurtje wel even uit. Oh, hij is klaar om dood te gaan. Maar je wil ook snel die vuurtjes uitmaken, dus want er komen nieuwe salamanders uit. En vuur doet oude. Kijk, zoals dat. Er komt een... Ah, kom op. Doe je eventjes die ene... Hey, dat zijn aardig wat salamanders, weet je. Dat zijn aardig wat... Even dit vuurtje uitmaken. Ik weet niet of ze die vuurtjes ook weer aan kunnen maken. Dat weet je niet. Maar dat is een salamander recht naast me. Die moet even dood. Die moet even dood, hè. De rest hoeft niet dood. Deze moet gewoon even dood. Nou, zo van stoplicht salamander. Rood. Uit. Hey, Harry is ook gewoon goed bezig. Harry helpt eindelijk een keertje mee. Yes, Harry. Ga eens uit dat vuur, jij.
Goed zo, Ron. Ook gewoon goede samenwerking tussen het rode kamp en het niet-rode kamp. Ben ik wel trots op eigenlijk. Gewoon goede samenwerking. De samenwerking is echt verbeterd. Je ziet gewoon dat we een sterke band vormen met z'n allen. Dat we toch wel een beetje van elkaar houden, toch wel stiekem. Soms willen we het niet helemaal toegeven, maar we houden wel van elkaar hoor. Zo. Ik geloof dat je nu alle standbeelden moet mollen. En dan komt er meteen een hele coole kaart zien. Oh, je moet die toren mollen eerst. Maar eerst mollen nog eventjes van die fontein kunnen we nog mollen. Zit ook vast weer een uitdagingsschild. Ik zie daar een drakenbeeld of een duizenddetector. Een drakenbeeld denk ik. Zo. Ook wat smackies. Het vierde drakenbeeld. Zo. Slaan de toren kapot met ketels. Hou je mond, man. Spel. Dat je er bent. Er is nog zo'n fontein. Misschien is alle fonteinen kapot en krijgen vast ook weer een mini-schild of zo. Dit is wat I guess. En if I guess it, it is very right. Geen duisterdetector te bekennen. Mooi. Andere dingen even kapot mappen hier. Zo. Hoplakee. Of niet hoplakees. Kees is gewoon een goede gast, weet je. Je hoeft hier geen grapjes over te maken. Ik weet niet, zie je ook zo'n fontein? Nee. Oké, dan niet. Dan is er geen fontein. Ik bedoel, huilie. Hier is wel een fontein. Oh, daar ook zo. Ook fontein. Oh, Harry is even aan de kant. Harry, aan de Cantus Maximus. Magicus Extremos. Kijk, daar zit een duisterdetector. Kom eens hier, jongen. Het is je boy, de duisterdetector. Guardium Libiosa. Dank je. Zo, die is kapot. Krijgen we daar helemaal niks voor? Alleen smackies. Beetje jammer dit. Een beetje dunnetjes uitgedund. Om het zo te zeggen. Kun je nog iets van een spreuk op doen of een bezwering? Nee. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen een vervloeking en een bezwering. Een vervloeking is dan een spreuk die je dus met, in mijn geval X doet. Het lijkt alsof ik het op een of andere console speel, want het gaat over C, X en Z. Dat zijn allemaal knopjes die onder andere op de GameCube zitten. GameCube controle. Eigenlijk is het voor mij de enige controle met C, X en Z, denk ik. Ja. Oké, dit is nog best pittig. Ah, kom op, ik wil even een andere bakje. Even eentje die wat meer voor staat. Ja, jij daar. Jij daar. Jij wordt het. Zo. Kijk eens aan. Nu komt als het goed is een coole cutscene. Want ik heb het spel voor de GameCube gespeeld. En daar zit ook deze cutscene in. En dan valt het ding precies zo tussen Ron in. En Ron leeft nog. Verdorie. Was ik bijna dood. Wat jammer nou. En dat vinden wij ook allemaal. Jammer Ron dat je niet dood bent. Kutkind dat je er bent. Het bliksemt gewoon overal. En wij zijn lekker. Oh, we mogen verder. Ja, wat nu? Wat moeten we nou doen met ons leven? Ik heb echt geen idee wat we nu moeten doen. Oh, hey, ligt gewoon zo'n uitdagingsschild daar. Oké, dan als je het zo van pak het uitdagingsschild, dan pak ik hem toch. Jee, maar doe moeilijk. Gewoon uitdagingsschild. Of je hem nou eerlijk gepakt hebt of gestolen hebt. Bij de poerier. Nee, dat is iemand die kipdingen doet, geloof ik. Poerier, ja, die doet kipdingen. Hebben gecheckt op Poeripedia. Eens even kijken, we kunnen nu als het goed is, dus de uitdaging noemen de draak. We hebben nog 2 minuten. Dus, kom wat goed samen. Oh, als jij dat wil. Niet vrijgespeeld. What the fuck? Ik heb alle schilden, maar ik mag het gewoon nog niet doen. Omdat je in het verboden bos ook iets bepaalds moet doen ofzo. Een Twitter mention. Ga jij fietsen naar je of met de auto? Phew, we gaan even een antwoord geven. Maar, gaan we nog één Zwijnstein schildje doen. De enige die we nog kunnen doen. Zet ik even de tijd stil. Even de tijd stilzetten. Ho. Ja, dan wordt het gewoon even iets langer aflevering. Weet je, mensen die dit kijken vinden de Harry Potter serie aardig leuk. Dus ja, kunnen een paar minuutjes er gewoon bij doen. Ja, gewoon er weer bij doen. Lekker erbij doen. Erbij. Hamelin, nog steeds de grootste titel. Zometeen. Denk ik korsel of kwast erbij. Ja, dan weet ik wel wie de grootste jetsers heeft hoor. Zo. Je moet nog een paar. Ja, ik ben er weer. Ja, jammer. Heb je daar problemen mee of zo, Dolly? Ik heb nog nooit al die drakenbeelden gehaald en shit. Dus ik ben benieuwd wat ik krijg. Ik gok een mini uitdagingsschild. Dat is wel een beetje heel dun, hè. Geef me maar gewoon een heel uitdagingsschild. Dat zou wel vet zijn. Even kijken. Zijn we daar beneden al geweest of zijn we naar boven? Ik denk dat oh, hier zijn we al geweest. Dat zijn die irritante erklingen. Interessant vindt. Nou, dat wil ik niet. Hier beneden zit 1 schil met de waterlelies. Dat kan en nooit eentje, zijn. Geloof ik, met blokken. Weer een mooie trap maken van blokken. Ja, dan doen we dat maar. Daar zijn we wat beter in. Oké, dan. Ja, precies. Ja, mooi blok. Daar gaan we een mooie trap van maken dan. Ik kan het uitdagingsschild al zien als je kijkt bij die fontein daar. Maar die kunnen we dus niet pakken. Memeline, niet klimmen! Blok beklimmen met de pijltoetsen.
Ja. Harry Potter 5 schijnt echt de stomste Harry Potter te zijn. Harry Potter 6 schijnt heel kort te zijn. Dus ja, dat is ook een manier van spelen. Dat is het gewoon. Komt even iemand aan, geloof ik. Ik heb een stopmerk hoor. Oké, was niet aan het handje. Oké, Emmeline, klimmen maar, mens. Zo. En kijk, hier is dus het uitdagingsschild. Je kan proberen te actioneren, maar dat wil gewoon even niet. Misschien dat hij ergens het laatste drakenschild zit. En daarboven zit dus nog een groot uitdagingsschild. Dat is sowieso mooi. Even aqua rukken. Aqua rukken. Zo. Oh, gewoon er tussendoor, joh. Nee, hou vuur. Oké, Harry en Ron, niet door het vuur gaan, slimpies. Ik hoop dat jullie slimmer zijn dan dat. Hoop ik, hè. Ik zeg niet dat jullie het zijn. Auwa. Hey, auwa. Even kijken, hier kun je dat minischild kun je actioen. In de meeste gevallen kan je dat gewoon doen. Dat is gewoon wel nice. Ik zie daar nog een minischild. En pompoentaartjes replenishen je health, zie ik nu. Auw. Vuur. La, vuur. Ik weet niet of je dat kent. Dat is van Bosse de Padvinder, geloof ik. Bosse de Padvinder. Hij kan heel goed pad vinden. Ja, dat. Ik weet niet of je dat kent. Ik weet ook niet meer van dat is. Het is ergens van. Waarom is hier geen vuur? Oh, daar is vuur. Hallo vuur. Gaat die met jou? Kom met de kinderen ook, met de kids. Actio. Alles goed met het vrouwtje, met de kids. Mooi. Oh, waar zit dat naast het vuurtje? Oh, daar. Nee, uit! Kut. Ja, nice. Mooi. Ik denk dat hier ergens nog wel zo'n duister detector zit of zo. Die willen we natuurlijk wel hebben. Want het is de laatste die we nog moeten. Anders moet het hele level gaan afzoeken waar die dingen zitten. Dat is nog niet zo heel leuk. Nog niet. Het kan nog leuk worden, maar... Dat is nog niet gegarandeerd. Zit hij misschien hier in de hoek? Nope. Oké, dan gaan we lekker dit hek openmaken. Carpe retractum. Zo, hek open. En hier zit de laatste duisterdetector. Wat krijgen we daarvoor? Ja, ik heb ze toch alle vijf. What the fuck? Waar is mijn beloning? Beloning blocks. Waarom probeer je er niet op te klimmen? Ik denk dat we deze eventjes ergens anders neer moeten zetten. Die tegen Emmeline, jongens. Even aardig. Be nice. Ja, zet me daar neer. Even dit vuurtje uitmaken. Was er nog een leuk uitdagingsschild in. Daar heb ik wel interesse in eigenlijk. Ik heb alweer bijna 10 minischilden. Dus ook weer een groot schild. In de levels erop dus hoef ik best wel weinig te doen. Want het is altijd zo van haal 2 schilden om een nieuw level vrij te spelen. Ja, we hebben nu al 2 nieuwe levels vrij gespeeld door alleen deze wereld een beetje te ownen. Ik geloof dat je nog de badkamers hebt, de tweede opdracht. Het spel is best wel kort. Je hebt badkamers, tweede opdracht. Derde opdracht, al die opdrachten zijn gewoon 1 leveltje ongeveer. Daar heb je geen uitdagingsschild in, geloof ik. Kom maar. Klim maar, rombemeltje. Kom maar even helpen retracten. Je kan met z'n tweeën retracten, voor mij moet je zelf met z'n tweeën retracten. Want Harry zit gewoon weer stug niets te doen en springt gewoon van dat ding af en dan glitst een beetje. Zo. Tad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 
extract hem. Nee, een beetje een late reactie, Emmeline. Oké, zo, hier is het schild. Hey, kom eens hier. Oké, dat zijn 8. Eens even kijken. Ik denk dat we hier 2 van die blokken in moeten zetten. Ja, oké, we staan best wel in de weg. Even aan de kant, Ronnie. Harry. Oké, Harry is weer weg. Jongens, waar is Harry? Harry. Kom eens hier, Harry. Waar ben je allemaal? Ik weet niet, dat één... Oh, 1 blok is wel goed, denk ik. Waar is Harry? Harry? We kunnen niet verder lopen hier, omdat Harry ergens staat. Nou, lekker, dankjewel Harry. Ik ga even stoppen met recordans en dan gaan we verder als Harry weer normaal kan doen. En we hem gevonden hebben tenminste. Tot zo. Jongens, Harry zit gewoon achter deze pot. Dat vindt hij gewoon normaal, doet hij... Oei, Harry, kom maar. Je bent vrij, Harry. We hebben je bevrijd. Vrij! Droog, even kijken. Maar dat ene grote uitdagingsschild kunnen we dus later pas krijgen als we de plantenspreuk geleerd hebben die ik... Die je later pas in het spel leert, aardig laat. Maar dat onthouden we gewoon. Als ik een keer vraag van... Heb ik jullie nog iets laten onthouden? Zeg je ja, Rick. Van jou moesten we onthouden waar we... Ja, nou is Ron opeens niet meer aan het helpen. Kom eens hier, roodkoppie. Kom op. Dan ben ik Ron alweer. Moeten we Ron weer gaan halen of zo? Ron. Ja, goed zo, Ron. Zelfstandig hoor, Ron. Lekker. Handig. Mooi zo, jongens. Oh, god. Ik die de knop los. Nee. Het is handig om gewoon ergens tegenaan te leunen, zodat je niet
langzaam wegloopt en een spreuk onderbreekt. Zullen we gewoon hier neer proppen? Kut! Oh god. Kunnen we niet? Nee, we moeten dat blokje eens pakken. Kom maar jongens, kom maar weer terug. Dit blok moet je natuurlijk laten staan. Vanaf deze kant is dit wat te doen. Kom maar. Bonne. En we hebben trouwens een drakenbeeld. We moeten nog ergens zien te vandaan te halen. Harry, kom eens helpen. Teamen. Ja, gaat erom weer stoppen met helpen. Echt, wat een teamwork dit hoor. Noobs. Oh my god. Dus gasten kunnen soms wel een beetje weinig. Ik betwijfel hun vaardigheden soms wel, ja. Ja, helemaal. Ik denk dat dit wel voldoende is. Ik waag het gokje. Ja, Emeline. Jij geniet ervan hoor. Jij vindt het gewoon helemaal lekker. Klimmen. Is van het toverschild hier van mij. Hey, we hebben de laatste draak gevonden. Zonder het te weten. Dat is handig. Altijd handig. Oké, we hebben dus alle draken gevonden. Alle dwaaldetectors. Iets van 8 schilddingen. En we hebben een groot schild gevonden. Dus dit was best wel een goed stukje. Orbis. Melliforce. Ik heb geen idee wat al die spreuken doen, maar je moet ze wel even oplezen. Lapiforce. Ebulbiblio. Inflatus. 0 van de 1 verdwijningskaart. Opdracht voltooid. Extra opdracht voltooid. Wat krijgen we ervoor? Wat schuift het, jongens? Ook met 2 nieuwe kaarten. Beetje jammer. En wat heb ik nou aan die extra opdrachten dan? Helemaal niks. Nou, oké. Volgende aflevering gaan we dus naar het verboden bos. Volg je me nog? Volgende aflevering verboden bos. Omdat verboden bossen sexy zijn. Want wij zijn ook sexy. Dus gaan we sexy doen in het verboden sexy bos. Tot dan. Prettige dag verder. Dat soort dingen. Veel succes met je verdere leven. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei!